Hey, hallo, goedenavond. We zijn op Ramadan dag nummer 4. Ik loop wat achter met mijn vlogs. Ja, soms heb je er zin in, soms heb je er geen zin in. Laten we erop houden dat dat nou het juiste moment was. Over ongeveer 3 kwartier dan mogen we eindelijk gaan eten. Dan is het iftar. Het gaat uitstekend met de Ramadan. Ik ga je even laten zien wat we gaan eten. Ik draai hem heel even om. Dit is echt geweldig. We gaan pannenkoeken eten. En hele speciale pannenkoeken, want deze zijn gemaakt met aubergines. Weet je toch, aubergines? Of zijn het courgettes? Ik weet het even niet meer. Die groene, zijn dat aubergines of courgettes? Zeg het maar. En daarna hebben we ook nog wat soep, heb ik begrepen. Maar daar heb ik nu even nog niks van hier liggen. Nou, dag nummer 4, hoe gaat het? Nou, zoals ik al zei, het gaat eigenlijk hartstikke goed. We hebben geluk dat het nog behoorlijk fris is. We hebben de echte temperaturen van 39 die voorspeld zijn, die hebben we nog niet gehad. En daar ben ik eigenlijk wel best wel blij om. Want ik ben bang dat als we 39 graden te voelen krijgen, dan wordt het echt zwaar. Al met al gaat het behoorlijk goed. Was iemand die ook nog vroeg van, maar Channel, mogen jullie dan helemaal niks drinken? Nee, ook dit jaar mogen we helemaal niks drinken overdag. Ook niks eten. En als het regent, dan mag ik ook niet met mijn mond open gaan staan en dan hopen dat er wat druppels invallen. Dus al met al, ik hoop dat je daarmee jouw vraag beantwoord is. Ja, mocht jij nog iets willen weten, dan laat het me horen. En wellicht zie ik jullie morgen vroeg, rond 1 uur of 3, bij het ontbijt. Vanavond.